Goedemorgen allemaal. Goedemorgen meneer Smit. Jullie meen het blijkbaar. Stop, ga zitten. Of nee, blijf even scheidsstaan. Vandaag wil ik starten met een kleine opwarming. Ik zou graag dat je allemaal eventjes meedoet. We starten met rechts, links, rechts, ja, links, rechts, links. Over een groep of een gemeenschap. Hè? En samen bewegen op ritme is goed voor het groepsgevoel. En er is ook nog een tweede reden. Want onder ons zit de vijand. Onder ons zit de anarchisten. Hey! Meneer, wil je dat niet geven? Ja, klopt inderdaad. Oké, dankjewel. Gaan we zitten. Of, wacht even. Ik ga je vandaag nieuwe plaats voeren. Ja, ik zou graag hebben dat... Pieter en Lisa hier komen zitten. Marieke en Emma. Dan Isolda en Johnny. En dan Daan en Geoffrey. Goed, gaan we zitten. Waarom de nieuwe plaatsen? Wel, in een groep is het belangrijk dat je elkaar ook kent. En daarom zit je nu zo dat je telkens naast iemand zit die je nog niet zo goed kent. Het is ook zo dat ik een zwakke leerling steeds naast een sterke leerling zetten om zo het niveau van de groep omhoog te halen. Dames,